Alleluia, 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 Alleluia. It's amazing what grace is. Alleluia. Heer, geliefde broers en zusters, kijkers en luisteraars. Vanavond is het voor mij wederom een eer om bij u in de huiskamer te mogen zijn. Om u op te bouwen, toe te rusten, te bemoedigen met het enige waarachtige woord van God, de Bijbel. Titel van mijn boodschap, Godvrezendheid. Zoals u weet, inmiddels de gelovigen van de Tovan-familie, is het jaarthema heiliging en godvrezendheid. Afgelopen zondag heb ik gesproken over de betekenis van heiliging. En vandaag wil ik met u praten over de betekenis van godvrezendheid. Wat houdt dat in? Betekent dat wij bang moeten zijn voor God? Zoals sommige mensen denken. Nee, godvrezendheid betekent ontzag en eerbied hebben voor God. Vanavond gaan we blijven stilstaan bij wat dat precies inhoudt en wat de voordelen daarvan zijn. Want het heeft alleen maar voordelen voor elk mens, niet alleen maar voor gelovigen. Elk mens die hem vreest, zal de zegeningen daarvan mogen ervaren. In de eerste plaats wil ik met u lezen als inleidende tekst uit 1 Petrus 2 vers 17. Daarin zegt de Bijbel: eert allen, heb de broederschap lief, vrees God, eert de keizer. Eert allen, heb de broederschap lief, vrees God en eert de keizer. De apostel Petrus roept ons hierop om God te eren, maar bovenal te vrezen. En Prediker 12 vers 13 zegt: vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. U hoort het goed. Vrees God, onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Dit gebod geldt dus niet alleen maar voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen. Het geldt voor iedere persoon op deze aarde, ongeacht ras of cultuur, positie of opleiding. God beveelt ons om hem te vrezen en zijn geboden te bewaren. In feite kan ik nu reeds zeggen dat wanneer God ons oproept om hem te vrezen, dan heeft dat te maken met God gehoorzaam zijn. De geboden die God geeft, heeft opgetekend in zijn woord, de Bijbel, dat wij dat moeten naleven, onderhouden. En alles wat daarin is geschreven, onze uiterste best zullen moeten doen om die geboden na te leven, onderhouden. Wanneer je godvrezend bent, dan zal je daar geen moeite mee hebben. Dan zal je dat juist met heel veel ontzag en eerbied, de geboden des Heren willen onderhouden en zal je met heel veel overgave en toewijding, zal je je schepper, de Heere God, willen dienen, willen behagen in alles wat je doet. De Bijbel zegt in Job 1 vers 1, er was in het land Uz een man, wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en let goed op, wijkende van het kwaad. Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend. U hoort het goed. Pardon. Godvrezend en wijkende van het kwaad. Job stond bekend als iemand die de Heere bijzonder lief had. En hij was zeer vroom, met andere woorden, heel geestelijk, gelovig mens. Oprecht,
maar bovenal godvrezend. En door die godvrezendheid van Job, week hij van alle kwaad. In feite moet het ook zo zien, geliefde broeders en zusters, kijkers en luisteraars, dat wanneer je godvrezend bent, je hebt eerbied en ontzag voor de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de grote ik ben die ik ben, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, dan zullen wij alle moeite doen om te wijken van het kwaad. Iemand die niet godvrezend is daarentegen, die houdt geen rekening met God, ook niet met zijn geboden. Die leeft er maar op los. Het kan hem of haar niet schelen, of hij God behaagt of niet, hoe hij met zijn medemens omgaat. Maar een godvrezend persoon, iemand die werkelijk ontzag heeft voor God, die zal alle moeite doen om te wijken van elke vorm van kwaad. Niet kwaad spreken met je mond, met je tong, maar ook niet mensen geen kwaad doen. Je zal in tegendeel proberen je medemens lief te hebben. Je zal proberen je medemens te helpen waar ze hulp nodig hebben. Je zal proberen verdraagzaam te zijn, vergevingsgezind te zijn, geduldig te zijn, geen kwaad met kwaad te vergelden. Kortom, je zal wijken van alle kwaad dat op deze aarde plaatsvindt. Godvrezendheid heeft dus te maken, zoals ik al eerder zei, met een overweldigend ontzag voor God. Met een diep respect. Er is een lied dat zegt, met diep ontzag aanbid ik u. Ja, als je weet wie je dient, wie je schepper is, God Almachtig, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan ga je hem met een diep ontzag, met een groot respect, ga je hem willen dienen, behagelijk willen zijn. Je zal zo ver mogelijk willen afblijven van de zonde, van het kwaad. Ook al is de meerderheid van deze wereld, de mensheid, leeft misschien in duisternis, in zonde. Ze doen dingen die God niet behagen. Kortom, ze doen dingen die helemaal niet goed zijn. Dan moeten wij mensen, christenen vooral, de meerderheid en het kwaad niet volgen. Weet u, lieve broers en zusters, de Bijbel laat ons zien dat overgrote deel van de mensheid, als ze geen keuze maken om Jezus te aanvaarden als hun Heer en Heiland, als ze zich niet bekeren van hun boze wegen, van hun ongerechtigheden, zullen ze verloren gaan. Maar degenen die Christus dienen, hebben aangenomen als hun Heiland en Verlosser, die wijken van het kwaad, die vrees hebben voor God in de goede zin des woord, eerbied en ontzag, die zullen behouden worden. Die zullen allemaal, wanneer de opname plaatsvindt, opgenomen worden in de heerlijkheid van God. En voor eeuwig met de Heere wezen. Halleluja, wat een vooruitzicht hebben wij als christenen. Als degene die hem vrezen. Ezechiël, zegt de Bijbel, viel op zijn aangezicht toen hij de heerlijkheid van God zag. En ik wil dat met u lezen. Hoofdstuk 1, vers 28 uit de Ezechiël zegt. En ik zag u schitteren, als een metaal van wat op zijn lendenen leek, naar boven als vuur, omvat door een hulsel. En vanaf wat op zijn lendenen leek, naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door een glan, zoals de aanblik van de boog die in de regentijd in de wolken verschijnt. Zo was de aanblik van die onthullende glan. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht en hoorde ik de stem van een die sprak. Amen. Prijs de Heren. God is goed. U moet beseffen, geliefde kijkers en luisteraars, broers en zusters, dat God is een ontzagwekkende God.
Hij is ontzagwekkend groot en machtig. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft u en mij geschapen. Hij heeft de planten en de dieren geschapen. De mensheid, de vissen in de zee. De prachtige planten en schelpen in de zee. Het heelal, het zonnestelsel. Wat een machtige God hebben wij. Dat toen Ezechiël een blik van zijn heerlijkheid opving, zegt de Bijbel, viel hij voor het aangezicht van de Heere. Vanwege, hij viel op zijn aangezicht vanwege de heerlijkheid van God. Broers en zusters, de heerlijkheid van God is niet met woorden te beschrijven. De grootheid, de majesteit, zijn glorieuze natuur. Er is geen pen en papier op deze aarde dat de heerlijkheid van God kan beschrijven. Er is geen ink voldoende. Nee, je vindt geen woorden genoeg. Zelfs de Bijbel kan de heerlijkheid niet helemaal beschrijven. Zo groot en machtig is deze God, de schepper van hemel en aarde. Ja, dat wanneer wij hem zouden zien, van aangezicht tot aangezicht, dan is de heerlijkheid zo glorieus en majestueus, dat we ook met ons, op ons aangezicht zullen nederbuigen en zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere onze God, de Heere Zeebod. Wauw, wat een heerlijkheid. En weet u, omdat wij mensen, ook christenen helaas, dat niet voldoende beseffen, wie hun schepper is, wie hun Heer en Heiland is, dan maken ze grappen. Ze leven maar erop los. Ze houden zich niet aan al de geboden van God. Omdat ze geen vrees hebben voor God. Ze hebben geen ontzag voor hem. Maar broers en zusters, kijker en luisteraar. Ik spoor je vandaag aan. Vrees de Heere met een diep ontzag. Weet wie hij is. Hij is niet zomaar een persoon. Nee, hij is God en God alleen. Niets en niemand is te vergelijken met hem. Niets en niemand kan hem evenaren, laat staan overtreffen. No, niemand op deze aarde. Het woord vrees, ik heb het voor de gein opgezocht, komt meer dan 300 keer voor in de Bijbel. Het woord vrees, meer dan 300 keren. En weet u, vrees voor God is een gezonde vrees. Zoals vrees voor vuur of voor het vallen. Is een gezonde vrees als je vrees hebt voor God. Als je vrees hebt voor de dood, is dat ongezond. Als je vrees hebt voor mensen, is dat ongezond. Maar vrees voor God wil niet zeggen dat je bang bent voor hem. Nee, maar betekent dat je een diep ontzag en eerbied voor hem hebt. En vanuit dat diepe ontzag en die eerbied alles in het werk gaat stellen om hem te dienen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. De Bijbel laat ons zien dat elk mens op aarde wordt bevolen. Ja, het is geen kwestie van als je wil. Wordt bevolen om God te vrezen. Psalm 33 vers 8 zegt, de ganse aarde vrezen voor de Heere. Al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. Ik herhaal. Psalm 33 vers 8. De ganse aarde vrezen voor de Heere. Al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. En Openbaringen 14 vers 6 tot 7 zegt. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luider stem, vrees God. Hij zeide met luider stem, vrees God en geef hem eer, want het oordeel is gekomen. En het bid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Amen. Dit kunt u lezen in Openbaringen 14 vers 6 en 7. Halleluja. O, halleluja. Glorie voor zijn naam. Van Jezus wordt gezegd.
In Lucas 12, vers 4 en 5, zeide Jezus, mijn vrienden, vrees hen, dit lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Mijn vrienden, vrees hen niet, sorry, die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vrees hem, hem die hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vrees hem. Lieve mensen, we moeten niet geen mensen vrezen, maar God, onze hemelse rechter, die moeten wij vrezen. En die moeten wij, met hem moeten wij alle eerbied en ontzag omgaan en wijken voor het kwaad. Halleluja. De Bijbel laat ons zien dat wie God vreest, wil hem altijd gehoorzamen. Het klopt. Als je God vrezend bent, je hebt eerbied en ontzag voor hem, dan wil je hem gehoorzamen. Elke dag opnieuw wil je hem gehoorzaam zijn. Alles wat hij ons gebiedt te doen, maar ook alles wat hij ons gebiedt om na te laten, willen wij simpelweg doen. Omdat we niet alleen van hem houden, maar ook omdat wij ontzag voor hem hebben. Omdat wij eerbied voor hem hebben. En daarom zegt de Bijbel in Deuteronomium 8 vers 6. Onderhoud de geboden van de Heere uw God door in zijwegen te wandelen en hem te vrezen. Onderhoud de geboden van de Heere uw God door in zijwegen te wandelen en hem te vrezen. En verder zegt de Bijbel in Deuteronomium 10 vers 12. Nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen? Door in al zijn wegen te wandelen, hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de laatste tekst zegt de Bijbel uit Deuteronomium 13 vers 4. De Heere uw God zult gij volgen, hem vrezen. Ik herhaal, de Heere uw God zult gij volgen, hem vrezen. Zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren. Hem zult gij dienen en aanhangen. Deuteronomium 13 vers 4. Wie het kwade haat. Pardon, wie God vreest wil het kwade vermijden. Is ook een realiteit. Wie God vreest wil het kwade vermijden. En daarom zegt de Bijbel in Spreuken 8 vers 13. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Zie, daar komt het weer. Vrees hebben voor God en wijken van het kwaad. Gaan hand in hand met elkaar. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. En Spreuken 8 vers 13 zegt. De vrezen des Heere is het kwade te haten. Zie je wel? Wanneer je God vreest, dan ga je het kwade haten. Je gaat de zonde haten. Je gaat juist er plezier in hebben om God te behagen. Halleluja. Ik lees tot slot enkele beloften voor u. Die u en mij te wachten staan wanneer wij de Heere zullen vrezen. De Bijbel zegt in Psalm 34, 8 en 10. De engel des Heere legert zich rondom hem. Wie hem vrezen en redt hem. O, halleluja. Vrees de Heere, gij zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Wat een geweldige belofte. Wanneer wij God vrezen, wandelen in de vrezen God, onze best doen, wijken van het kwade, zijn geboden en inzettingen onderhouden, dan zegt de Bijbel, dan zal de engel des Heere zich rondom ons legeren en ons redden. Verder, zullen wij geen gebrek hebben, zegt de Bijbel. Want er staat, vrees de Heere, gij zijn enge heiligen. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Wat een realiteit. Gaat u voor uzelf eens na. Geliefde broeder en zuster. En vraagt u zich af.
Hoe komt het dat ik toch nog gebrek leef? Dit is het antwoord. Dat komt omdat u waarschijnlijk de Heere niet vreest. Of niet voldoende mate vreest. Dat komt omdat u misschien niet wijkt van het kwade. U doet misschien nog bepaalde dingen die God niet behagen. U zondigt nog met uw mond, met uw ogen. U kijkt misschien nog naar programma's die niet geschikt zijn voor u. Onreine programma's. Programma's met waar geweld en liefdeloosheid voorkomt. Nee, kijk liever naar programma's die u geestelijk kunnen opbouwen. Die u geestelijk kunnen helpen om te groeien. Psalm 145, 18 en 19 zegt, de Heere is nabij. Allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hoort u goed? Geliefde broeders en zusters, hij, God, vervult de wens van wie hem vrezen. Ik weet niet wat uw wens is voor dit jaar. Als u hem vreest en u hebt bepaalde wensen die die passen in zijn plan, dan zal hij uw wensen vervullen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Dit kunt u lezen in Psalm 145, 18 en 19. Halleluja. Prediker 8, vers 11 zegt, omdat het vonnis over de boze daad niets aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen, daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat het de Godvrezenden, hoort u goed? Nochtans weet ik dat het de Godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. Omdat zij voor hem vrezen. De goddeloze daarentegen zal het niet wel gaan. En hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Wat een realiteit, wat een waarheid. Maleachi 3, 16 en 17 zegt, dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkte het toch en hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Heere vrezen. Luister goed, er werd een gedenkboek, een dagboek bijgehouden met mijn woorden, die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. Met andere woorden, die doen wat God van ze vraagt, die God behaagt. Ze houden zijn naam in ere. En luister naar die belofte, zij zullen mij ten eigendom zijn. Wauw. Zegt de Heere der Heerscharen, op de dag die ik bereiden zal. Over welke dag spreekt hij hier? Hij spreekt hier over de opname van de gemeente. Op de dag die ik bereiden zal, en ik hen zal sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. God heeft die dag al voor u en mij bereid. De dag dat wij opgenomen worden in zijn heerlijkheid, opgenomen worden van de aarde, en in zijn heerlijkheid mogen zijn. Oh, wat een grote dag zal dat wezen. Wilt u meegaan met de opname? Dan moet u en ik ervoor zorgen dat we Godvrezend wandelen. Elke dag. Elke dag, elk uur, elk ogenblik, elke seconde. En wijken van alle kwaad. God zal ons dan sparen op die dag die hij bereiden zal, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. God verleent genade, weet je wel, aan wie hem vrezen. Ik lees uit Lucas 1, vers 50. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over wie hem vrezen. Met andere woorden, zijn genade is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Lucas 1, vers 50 lees ik uit de herziene Statenvertaling. En Psalm 33, vers 18 zegt, zie, het oog van de Heere over wie hem vrezen, is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goede tierenheid hopen.
Psalm 147, vers 11. De Heere is goed gezind voor wie hem vrezen en wie op zijn goede tierenheid hopen. Geweldig, geweldig. En tot slot lees ik met u nog twee teksten. Psalm 103, vers 10 tot 18. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over die hem vrezen. Wauw, geweldig. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet welk maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als de bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen, halleluja. En zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden en aan zijn bevelen denken om dit te doen. Geweldig, geweldig. Wat een bemoediging. Wat een aansporing. Wat een aansporing. Halleluja. De Bijbel zegt van de eerste gemeente. De gemeente die werd opgericht na de Pinkster uitstorting van de Heilige Geest. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Zij werd opgebouwd en wandelde in de vrezen des Heren. Ja, ze wandelde in de vrezen des Heren. En zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Amen. Prijs God. Geliefde broers en zusters, ik hoop en bid dat dit woord u heeft bemoedigd, maar ook heeft aangespoord om vanaf nu God elke dag te dienen. In vrezen en beven. Elke dag, elk uur, elk ogenblik, elke seconde. En wilt u werkelijk meegaan bij de wederkomst van Jezus op de wolken? Wilt u deel hebben aan de opname? Dan zult u vanaf vandaag zich klaar moeten maken. Gereed moeten zijn. Apart gezet, heilig, rein en zuiver leven. Zonder kwaad, zonder rimpel of iets dergelijks. De Heer zegen u. En ik bid voor u op dit moment. Abba Vader, ik bid voor alle kijkers en luisteraars. Alle gelovigen, help ze mij God, om u meer dan ooit te dienen vol vrezen en beven en het kwade te haten en te wijken van het kwade. Sta erbij, ook dit jaar. Ja, Heer, zo leg ik ze allemaal in uw handen, in de naam van Jezus Christus. Amen. Kijk eens en luisteraars, tot de volgende keer. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. It's amazing what grace is. Hallelujah.